Hey, tof dat je kijkt. Vandaag geef ik je 5 redenen waarom de Thule Epos de ideale fietsendrager is voor mountainbikes. Let's go. Voor deze fietsendrager had ik ook een Thule, volgens mij de Easyfold. Dat ging op zich prima, alleen ik merkte dat hij wel iets meer geschikt was voor stadsfietsen en minder voor mountainbikes. Het paste allemaal net niet, omdat die fietsen net wat groter zijn. Toen die kapot ging, heb ik Thule gemaild, gevraagd of er een fietsendrager is echt geschikt voor mountainbikes. En of ik die misschien mocht reviewen, vandaar deze video. En zij stuurde de Thule Epos op, echt geschikt voor mountainbikes. En vandaag geef ik je 5 redenen waarom ik ook denk dat deze fietsendrager echt ideaal is voor als je veel met mountainbikes op pad gaat. En eigenlijk alles waar ik me over irriteerde bij de vorige fietsendrager hebben ze aangepakt. En ik weet zeker dat er een aantal bij zitten die je ook zult herkennen. Natuurlijk zijn het geen grote problemen, maar ze maken je leven wel net wat makkelijker. Goed, nummer 1, de belangrijkste voor mij. Je hebt meer ruimte tussen de fietsen. Want op de vorige gebeurde het nogal vaak dat bijvoorbeeld je voorvork tegen elkaar stond en dat je moest gaan werken met isolatieschuim of een stukje karton ertussen. Nou, dat is verleden tijd. Ook de flat pedals van de ene fiets raken de andere niet meer. Want krasjes willen we natuurlijk alleen hebben als we flink onderuit zijn gegaan. En natuurlijk niet door een flat pedal van een andere fiets die onderweg naar Winterberg de hele tijd tegen jouw fiets heeft aanlopen schuren. En kijk eens hoeveel ruimte er nog tussen zit. Nummer 2, een timesaver denk ik. Want de manier van bevestigen is echt een stuk makkelijker geworden. Zeker als je met een wat langere fiets en wat dikkere banden rijdt. Stond je soms echt te duwen om die vast te krijgen op je fiets te dragen. Kijk, ze zijn lekker lang. Zelfs met die grote banden nog genoeg ruimte. Ook de manier van bevestigen per fiets is met één hendel die je nu omhoog trekt en waardoor je dus niet meer door het frame van de voorste fiets heen hoeft om hem te bevestigen. Dat scheelt heel veel gedoe, want soms past het niet of zat je bidonhouder in de weg. Nou, dat, met dit is dat dus verleden tijd. En ik denk dat ik zelfs 2 fietsen nu in 1 minuut op de auto kan zetten zonder dat ik enige hulp nodig heb. En dat is toch wel heel erg chill. Nummer 3, een korte maar een fijne. De gootjes waar je banden in staan zijn een stuk breder. Dus zelfs als je met een XL fiets met 2,6 banden op pad gaat op e-bikes, dan is er voldoende ruimte om je fiets daarin te stallen. En dat is wel relaxed. Nummer 4. De draagkracht is 60 kilo, dus 2 e-bikes. Moet makkelijk passen. En dat is fijn, want steeds meer mensen rijden op e-bikes. En met deze krijg je die dus allebei makkelijk mee. En dan nummer 5. Niet misschien voor iedereen relevant, maar je hebt een aantal handige accessoires erbij om je leven net weer wat makkelijker te maken. Zoals een loading ramp. Mocht je zware fietsen hebben en lastig vinden om te tillen, dan kun je de loading ramp gebruiken om je fiets erop te rijden. En er zit een onderhoudsstang bij. Dat mocht je handelingen aan je fiets willen verrichten als je onderweg bent, dan kan je van je fietsen dragen dus ook nog een onderhoudsstang standaard maken. Super handig. Gaan we waarschijnlijk niet zo heel veel gebruiken, maar wel leuk dat het erbij zit. Want ik zei dat ik 5 redenen had. Ik heb stiekem nog een 6e, want het afhalen en dragen van deze fietsendrager is ook een stuk comfortabeler dan de vorige die ik heb gehad. En zeker na een hele dag fietsen is het gewoon chill dat je hem kan oppakken, naar de schuur kan lopen en lekker een bakje koffie kan gaan drinken. Oh nee, we moeten de fiets natuurlijk ook nog afspuiten. Goed, deze video had ik niet kunnen maken zonder Thule, die mij deze Thule Epos heeft opgestuurd. We hebben geen betaalde samenwerking, maar ik mag deze wel houden. Dan heb ik natuurlijk allemaal mooie punten genoemd die ik fijn vind. Mag ik dan ook nog wel een beetje kritisch zijn? De prijs voor kwaliteit is natuurlijk vaak hoog. En dat is zo ook bij deze fietsendrager met meer dan 1000 euro. Is het natuurlijk niet goedkoop. En waar ik achter kwam is dat niet elke auto dezelfde aansluiting heeft voor de fietsendrager. Die van mij is 7-polig en deze heeft 13-polig nodig. Dus je hebt nog een verlengstuk nodig wat je gewoon bij de bouwmarkt kan halen. Maar dat is even goed om rekening mee te houden. Nou, verder ben ik heel tevreden mee en denk dat ik hier de komende jaren echt wel mee vooruit kan. Vond je het nou een leuke video? Geef dan een like. Vergeet niet te abonneren. Mocht je vragen hebben over de fietsendragers, laat dan even een berichtje achter of klik op de link. Zodat je alles zelf na kan lezen. Zie je bij de volgende. Ciao! Not backwards or sight from my soul.